Savroeve, je bent de afgelopen weken toch nog met iets anders creatiefs bezig geweest. Dat is een kerstnummer, daar ben jij. Dat is op 10 december verschenen. Wat heb jij daar precies mee te maken? Ik heb de muziek geschreven voor het nummer. En dat was een idee van Anne Blom, waar ik samen ook al een aantal musicalproducties mee gemaakt heb. Die heeft samen met een compagnon, Christian Seikes, hebben die een Nederlands productiehuis die ook musicals brengen en theatervoorstellingen. En die liggen natuurlijk ook volledig stil. En die wilden, het idee was eigenlijk om zoveel mogelijk artiesten te verzamelen in één nummer dat hoop uitstraalt, dat warmte biedt in heel rare, koude tijden. En zo eenvoudig is het. En het nummer heet Daar ben jij. En in Nederland hebben ze het 9 december uitgebracht met meer dan 100 artiesten. Nederland is iets groter dan Vlaanderen. Mm-hmm. Wij hebben het gedaan met meer dan 60 artiesten. En op 10 december is het uitgebracht. En we hebben eigenlijk getracht, het is ook een individueel project, dus het is niet verbonden aan productiehuizen of theaters. Het is echt een individueel initiatief. En wij hebben eigenlijk heel veel mensen aangeschreven. Mensen die in theater actief zijn, op televisie, eender wat. En ontzettend veel mensen hebben daar positief op gereageerd. En zijn komen meezingen en dat is het resultaat. Ja. Ja, die opname was waarschijnlijk ook heel indrukwekkend, want ja, 60 mensen samen krijgen op één dag, niet evident lijkt me. Ja, dat is natuurlijk niet gebeurd, want het is corona. Dus er mag in een studio gewerkt worden, maar iedereen is natuurlijk ook individueel komen inzingen en dat was een heel gedoe en een heel geregel. Maar het was wel leuk, omdat iedereen moest het apart komen doen. Maar toch, heel veel van die mensen waren zo blij dat ze nog eens iets konden doen, mochten doen, is ergens anders binnenkwamen. En ja, dan merk je toch hoe artiesten verankerd zijn aan datgene wat ze het liefst te doen. Want het is wel eens leuk om een paar maanden thuis te zitten, maar te lang is ook te lang. En we hebben het wel allemaal heel coronaproof georganiseerd en dat was allemaal in heel strakke tijdschema's. Maar het was leuk om ze allemaal de revue nog eens te zien passeren. Meestal moeten we hier een première hebben, om die allemaal te zien. En nu was het eens voor een single. Ja. Wat zijn de verwachtingen eigenlijk bij het nummer? Oh, we hebben daar niet echt concrete verwachtingen op. We hebben dat eigenlijk... dat is niet zo dat wij iets hebben van, oh, dat moet op nummer 1 komen, of het moet zoveel verkocht worden. Maar uiteindelijk is het echt een cadeau dat we willen geven aan theaters en aan het publiek. Mm-hmm. Ten tweede, als er opbrengst zou zijn, dan gaat die ook integraal naar een goed doel. En we hebben het Fonds Norma Joosses, dat is een initiatief van de acteurspenning, hebben we daarvoor uitgekozen. Dat is een fonds dat in normale tijden, dus niet coronatijden, gepensioneerde acteurs en actrices helpen, financieel, die met hun pensioen hun vaste kosten niet kunnen betalen. En nu heeft dat fonds die heeft dat volledig opengetrokken naar alle acteurs en actrices van alle generaties die door corona het moeilijk hebben om bepaalde rekeningen te betalen. En die mensen kunnen dan rekenen op steun van het fonds. Nu, dat fonds is natuurlijk niet onuitputtelijk. Dat is ook de reden waarom dat we dat goed doel hebben gekozen. Omdat het, uiteraard, dat past in de warmste week. Maar onze sector heeft enorm geleden onder die coronacrisis. En we vonden dat we een goed doel moesten kunnen kiezen dat ook gelinkt was aan de culturele sector.